Hallo allemaal. Vandaag bij Yukaloom ga ik je leren hoe je deze leuke jellybean moet maken. Jellybeans zijn natuurlijk in heel veel verschillende kleuren. Deze is in het geel. Ik ga er nu eentje maken in het rood. Dus ik heb hier alvast rode elastiekjes. Ook heb je nodig je rainbow loom en je haaknaald. Oké, laten we beginnen. Oké, we beginnen aan deze kant. We pakken steeds twee rode elastiekjes. Deze pion naar deze pion. Pakken weer twee elastiekjes. Weer twee elastiekjes. Nu ga je weer terug. Nu heb je het bovenste deel af. Nu ga je terug naar het begin en ga je het onderste deel doen. Het is gewoon heel makkelijk, gewoon één keer naar beneden. Drie keer omlaag. Of drie keer naar de zijkant en één keer omhoog. Dit doe je ook met twee elastiekjes. Dan duw je hem omlaag. Je gaat een kettingpunt maken op deze pin van vier ringetjes. Dus 1, 2, 3, 4. En nu moeten we nog hier en hier een dubbel gevouwen elastiekje plaatsen. Hoe je dat doet is heel simpel. Je pakt een enkel elastiekje en je vouwt hem dubbel. En die plaats ik hier en hier. Als je dit te moeilijk vindt, dan pak je je haaknaald erbij. Maak je een kettingpunt van twee ringetjes. Maak je hem open. En plaats je hem hier. Wat jij het fijnste vindt. Oké, nu kunnen we gaan haken. Wat ik ga doen, deze naar achter, pak de bovenste twee elastiekjes, haak hem naar deze kant. Ik ga weer terug in mijn kettingpunt, haak de bovenste twee elastiekjes. Nu ga ik eerst deze kant haken, dan doe ik de andere kant. Oh, hij gaat verkeerd. Geen probleem. Bij mij schiet hij er meestal uit. Als dit bij jou gebeurt, is het ook geen probleem. Gewoon terugpakken. En er omheen maken. Nu ga ik de onderkant haken. Deze heb je al gehaakt. Kijk uit, want hier zitten nog die extra elastiekjes. Die niet meehaken. En dan ben je hier bij het einde. Dan pak je een enkel elastiekje. Ga je door heel de pin heen. Haak je hem erop. Pak je er langs af. En dan haal je de bovenste. Ja, over de onderste heen. En trek je hem aan. En nu kan je jellybean ervan af. Een beetje goed trekken. En dan kan je dit elastiekje gebruiken als sleutelhanger bijvoorbeeld, maar je kan hem ook er terug instoppen. Wat je doet,
Pak je haaknaald er doorheen, steek hem door en trek het elastiekje terug. En dat doe je nog een keer. Maakt niet uit waar. En dan is hij klaar. Nou, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer bij Jukeloen. Doei doei!